Sinds 2017 krijgen de Noord-Hollandse gemeenten van het Rijk structureel geld om armoede onder jongeren aan te pakken. Via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur kreeg NN Nieuws inzicht hoe er wordt omgegaan met het geld. Daaruit blijkt dat in 2017 2 van de 15 miljoen euro niet is uitgegeven. Regelmatig werd het geld doorgeschoven naar 2018. Maar ook gebruikten veel gemeenten het budget dat ze kregen om reservepotjes mee te vullen. Dat blijkt dus dat de bestrijding van armoede onder kinderen geen echte prioriteit is. Die gemeentes moeten veel beter hun best doen om die kinderen op te sporen en dat geld ook werkelijk aan die kinderen te besteden. Dat is toch bizar? Dan gaat het wellicht naar lantaarnpalen. Terwijl dit geld juist zo bedoeld is om dat kind wel die winterjas te geven, om wel te laten sporten, om wel mee te laten gaan met een schoolreisje. Dus het kan echt niet bestaan dat gemeenten zeggen bedankt voor het geld. Ja, het zal bedoeld zijn voor kinderen in armoede. Wij zien het probleem niet zo, wij stoppen het ergens anders in. En van de gemeenten die het geld wel uitgaven, ging het regelmatig naar andere zaken dan extra maatregelen te nemen om kinderen in armoede te helpen. Volgens de Kamerleden is het probleem dat de gemeenten nu niet worden afgerekend op wat ze doen met het budget. En dat moet veranderen. En wij gaan ook de minister en de staatssecretaris oproepen. Dit geld moet geoormerkt worden. Het is bedoeld voor de kinderen. Dus moet het ook echt naar de kinderen gaan. En dan kan het zo niet zijn dat gemeenten zeggen, we doen het lekker niet. Nee, het moet gewoon naar de kinderen. Dus de regering die moet echt aan de slag met die gemeentes. Dat geld moet naar die kinderen. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark zegt het beeld te herkennen. Maar dat er ook veel goed gaat. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ze afspraken gemaakt om het geld beter te besteden.